Vanmiddag een droog weerperiode hier in Harlingen, maar ook vanmorgen hadden we hier pittige buien. De komende dagen lijkt het even wat beter te gaan met de kans op zon, maar nu eerst vanavond en vannacht. In het noorden vooral regen of lichte regen, vannacht overal weer regenachtig. Het zuidoosten nog wat meer droge perioden en de temperaturen 4 tot 6 graden. Dan de wind, die komt uit zuid tot zuidwest, is matig kracht 3 à 4. Morgen... Misschien in de ochtend nog even wat regen. Even, daarna het meer droge weer. De zon erbij is positief. Later op de dag een paar buien of buitjes. In het noorden en noordwesten kans op hagel of natte sneeuw. In het zuidwesten kans op onweer een paar pittige buien. De temperaturen 7 of 8 graden. En de wind die komt uit het noorden tot noordwesten is matig. Kracht 3 à 4 in het kust en af en toe sterker. Ja, en dan op naar kerstavond en nacht. Kans op een winterse bui. Kans op uh, gladheid bij temperaturen van 0 tot plus 2 en voorstaande grond. Op naar het weer van de eerste kerstdag. In de ochtend misschien wel wat wit gevroren velden. Past dan bij de sfeer. Overdag de zon erbij. Later weer een paar buien of buitjes. In het zuiden van Limburg misschien wel wat natte sneeuw. En de temperaturen dan zo tussen de 5 en de 7 graden. En de wind uit het noordwesten matig tot vrij krachtig. Het gaat stevig waaien in het weekend en flink wat regen. Op tweede kerstdag regen, een lichte regen, vooral later op de dag en de temperaturen nog rond 6 of 7 graden. Maar het gaat hard waaien, in de nacht zelfs stormachtig. Kijken we naar het weer op zondag, hebben we zondag ook regenachtig weer, flink wat regen ook. Een krachtige tot harde wind en windstoten. En we hebben op zondag ook nog eens een temperatuur rond 8 graden. Op maandag de 6 graden met buiig weer, maar de zon komt er waarschijnlijk wel even bij. En wat mij betreft morgen meer over het kerstweer en over die kerstdagen gesproken kans op gladheid en een vleugje winters. Om tot morgen.